Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn vandaag bij Sea Life. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Visjes. Ah, visje. Nou zo, plomp, camera erin. Oh, we mogen de vissen niet aaien, schat. Oh, en ook niet flitsen. Nee, niet flitsen. Maar dat gaat een beetje moeilijk met jou, schat. Ja. Jij flitst overal. Dat is het ding wat Steve gekild heeft. Ja, die was wel wat groter. Stingray, ja, dat denk ik ook wel. Daar ligt er nog eentje daar. Ja. Ah. Oh. Dat is mooi, hè? Ja. Visjes. Leuk, Jesse. Hij is er helemaal van ondersteboven. Hij ziet het water van. Maar deze bijten dus, hè? Ik heb onderzoek uit. Oh. Een trap! Dat zie je allemaal.
Ja. Kom eens hier, kijk, hier zie je visjes. Kijk. Oh. Oh. Dat is mooi, hè? Kijk, daar, visjes. Die gaat op de grond liggen. En die doet zo duim in zijn mond. Hé, hey, ga je ze ook nog terugzetten? Ja, dankjewel. Ik denk dat hij een beetje overprikkeld raakt. Knuffel. Zo, dat was het alweer. Ja. Dat was leuk om even te zien. Waarschijnlijk. Was je er al een keer in de geweest? Nee. Ja, wellicht heel lang geleden. Maar ik had dolfijnen verwacht en orka's. En... Echt? Ja. Ja, ik ken dat natuurlijk al, dus ik weet wat er komt. Ja. Maar ja, wat ik al zei, een beetje net zoals met Madura dan. Als je het dan één keer gezien hebt, is het wel oké. Ik vond het, ja. Ik vind dat soort dingen wel altijd vrij prijzig voor hetgeen wat je ervoor krijgt, zeg maar. Ja, precies. Maar goed, was leuk, hebben we weer gedaan. We gaan nu lekker genieten van het zonnetje. Ben ik een zuurpruim, hè?
altijd wel iets, hè? Ja, ze altijd wel. Nee, maar het was wel mooi. Ik vond het heel leuk. En ik vond echt, ik heb vriendschappen gesloten voor het leven met zeepaardjes en kwallen. En ik vond het echt heel erg leuk. Goed zo. Nou, nu ga ik niet van de zon. Doei. Hallo. Hallo. Cola Light. Ja, voor mij. Oh ja. Alsjeblieft. Macchiato met... twee latte. Oh, water staat erbij. Ja, water is voor hem. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Moet je rietje? Misschien wel handig. Hoe zou het eigenlijk? Dankjewel. Hop. Wij zijn de all-time café latte en macchiato testers. Ja. Ik vind dit al niks. Nee? Waarom niet? Het geeft een bepaalde smaak aan mijn koffie. Oh ja, Elena die kon dat vroeger niet vasthouden. Ik weet niet hoe dat nu zit, maar daar werd ze echt helemaal kriegelig van. Weet je, ik wil gewoon die schuim en dan, als ik dan pak met hout, is het niet lekker. Mm-hmm. Ik herken je kritiek. Dankjewel. Zeker, zeker. Is hij voelt wel heet aan. Ja, is hij wel warm? Heet zelfs, dus dat is goed. Je zit met je vingers in de schuim. Ja. Stokje is te klein. Je zit bijna met je nieuwe neusring in de melk. Dat is wel even wennen. Ik heb ook soms als moeder. Hij is ook vrij groot. Ja, deze is wel oké, hoor. Maar lekker heet. Het is goed gekeurd, Jess. Nee? Toppie. Ik ben er helemaal kapot van. Monnetje. Het monnetje, het zonnetje maakt je altijd zo moe, hè? Ja, maar het was wel lekker. Het was heerlijk, het was leuk. Het was sea life, het was boulevard. En wat echt heel stom, maar we hebben dit hele nieuwe stuk niet gefilmd. Nee, dat was wel een beetje stom, ja. Wel een hele goede reden om weer terug te gaan. Ja, dat is een heel mooi nieuw stuk, zeg maar, ik noem het even voorbij de pier. Voorbij de pier. Dus, ja, richting het Zwarte Pad. Het Zwarte Pad. Dus, en we zijn een heel mooi deel weer aangelegd. Ja. Het nieuwbouw, het verlengde van die boulevard is echt super tof. Echt, ja, zeg je, de stenen die ze gebruikt hebben en zo. En ja, het is gewoon echt een super mooi gebouw. Ja. En dan heb je dat futuristisch gebouw waar eigenlijk Hard Rock Café zou komen. Maar dat is geklapt vanwege voorwaarden van Hard Rock Café. En ja, ze kwamen er gewoon niet uit met de gemeente. En ik geloof dat de gemeente uiteindelijk best blij mee was. Omdat ze nou zoiets hebben van, nou, daar kunnen we onze eigen ingeving van maken. Omdat de Hard Rock Café dan bepaalde dingen niet wilde en zo. Dat was allemaal lastig. Ik ben benieuwd wat er nog gaat komen. Ja, nou ja, ik gok wel iets van ik wou zeggen theater, maar dat is het helemaal niet. Nee, ja, ik weet het niet. Ik ben benieuwd, afwachten. Ik hoop iets van een leuk klein podium, dat zou wel tof zijn. Ja, zoiets, voor tof. Dat er gewoon optredens gegeven kunnen worden, maar wel niet zo afgesloten, zeg maar. Nee. Weet je, niet dat je daar echt... wel 1,5 meter kunt houden, zeg maar. Nee. Nee, maar eerder dat daar gewoon telkens verschillen, weet je, misschien stand-up comedies, dat soort dingen meer, gewoon, in plaats van dat het een echt theater wordt. Nee, precies, ja. Is dat? Voor open podium idee. Zoiets, ja. Nou, gaat lekker slapen. Heel leuk, ja, ik moet weer om 5 uur op. Ja. Vroege dienst. Ja. Het is niet anders. Nou, ik heb morgen een leuke dag. Ik ga lekker een lichaamscrub laten doen bij een Thai. En ik ga weer mijn nageltjes oppakken. Zodat ik weer mooie nageltjes krijg. En ik mag werken. Ja. Gelukkig betaal ik het allemaal zelf. Prinsesje. Hey, je hebt er hard voor gewerkt. Je hebt vakantie. Ik heb vakantie, je moet er toch wat van maken, hè? Als jij aan het werk bent. Zeker, zo is het. Ja, dus we zeggen gewoon voor nu, voor deze toffe vlog, doe even een duimpje omhoog. Geef het abonneren. Belletje drukken.
En dan zien we jou heel graag bij de volgende keer. Zo is het. Ciao, 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 ciao.